Op het moment dat je uh, aantrekkelijke rente mee kan nemen en toch kunt verhuizen naar het huis van je droom. Ik kan het zeggen, uiteindelijk is ook eh, een verhuizing is ook als jij je droomhuis ziet, pak die kans en laat je natuurlijk goed adviseren over je financiële ja. mogelijkheden. Of die woning iets voor jou is, af, dan heb je ook een makelaar natuurlijk. Ja. Maar als jij die plek ziet, daar zijn altijd kansen voor het ja. zonder zijn om die te laten liggen Goeiedag allemaal, welkom bij weer een uh, gloednieuwe podcast. We zijn uh, vandaag afgereisd naar uh, Utrecht, bij het, uh, of we zijn afgereisd eigenlijk naar, het, uh, naar het kantoor van, uh, van de MVM. Gloednieuw kantoor, jaartje zitten jullie hier nu. Um, naast mij zit uh, Mark, jij bent uh, manager uh, data dat en innovatie. Je werkt met veel data, ja, en data-analisten <laughs> waarschijnlijk. Um, daar gaan we het straks nog even uh, ja. uitgebreid over hebben. Uh, Jan den Adel, inmiddels wel uh, bekend, makelaar bij Brandjes. Ja. En uh, nieuw gezicht, Ed Cas, hypotheekadviseur bij uh, de Hypotheekshop. Ja, we gaan het vandaag eigenlijk hebben over uh, kansen op de woningmarkt. Want er is al heel veel gezegd over, ja, nou ja, niet wat er mis is met de woningmarkt, maar er is een hele hoop aan de gang. En wij willen het graag uh, vandaag maar ook hebben over kansen, vooral. Mooi. Um, ja, kan jij kort toelichten wat, jij, uh, wat je precies doet bij, uh, bij de NVM? Ja, ik, uh, nou, ik werk als manager data en innovatie bij de NVM. Het is een beetje tweeledig. Data geeft onze makelaars inzicht in hoe die woningmarkt beweegt, wat er gebeurt. En daarmee kunnen ze ook hun klanten beter adviseren om een goede besluiten te maken rondom de verkoop of aankoop van hun woning. En de innovatie is juist hoe je die data in mooie producten en diensten kunt omzetten voor de makelaars. ...maar ook samen met onze deelnemers ook soms wel een stukje voor de consumenten. Om eigenlijk zo dat hele woonproces, die woonreizen, zo aangenaam mogelijk te maken... ...zowel voor de makelaar als voor hun klant. Okay. En daarbij de beste inzichten en in diensten te kunnen verlenen. Ja, ja. oké. Okay. Hey, ja, en om maar meteen met jou te beginnen en met de, met de deur in huis te vallen... Wat, uh, ...welke kansen zie jij op dit moment, uh, met name voor, voor, voor doorstromers... ...of zie je juist misschien nu wel kansen voor starters... Ja, ik zie sowieso altijd kansen. Dat is een beetje innovatie eigen. Je wil altijd kansen zien. Um, je hoort veel over de woningmarkt op dit moment. Dat de prijzen dalen, et cetera. De rente stijgt. Mm -hmm. en die rente is gestegen, maar het is nog steeds 4, 4,5 procent. Dus historisch gezien valt dat best nog wel mee. Um, ik hoor de laatste hele mooie analyse. Als de markt heel hard omhoog gaat, dan heb je een verliezer. Dat is vaak te kopen. En als hij heel hard omlaag gaat, heb je ook verliezers. Dat is de verkoper. En ik denk dat de markt op dit moment heel hard omlaag gaat. Niet. Hij is wel iets gedaald. Maar ik denk juist dat hij wat evenwichtiger aan het worden is. En dat biedt juist weer kansen voor beide partijen, zowel voor de starters als ook voor de doorstromers. Doorstromers denken misschien nu, oh, mijn waarde daalt wat. Maar ja, dat geldt voor alle huizen. En het is relatief gezien valt het ook nog wel mee. Ja. Dus het blijven gewoon kansen. En uh, ik denk dat juist die rust op de woningmarkt fijner is voor iedereen. Ed, hoe zie jij dat? Nou. Als jouw rol uh, als hypotheekadviseur? Ja. Nou, ik wil aanhaken bij uh, wat er al gezegd is, dat de rente in feite niet zo heel hoog is. Ja. Als je hem historisch bekijkt, de laatste 100 jaar heb ik redelijk in beeld. Uh, dan is hij denk ik 60, 70 jaar lang boven de 4% geweest. Met een piek ergens in 1980 geloof ik van 13%. Dus hij zit eigenlijk nu aan de onderkant van het normaal. Ja. En ik denk dat dat een boodschap is die voor heel veel mensen eigenlijk uh, ja, duidelijk moet zijn, dat je eigenlijk, als je hem nu voor 10 of 20 jaar vastzijt tegen 4%, dat je eigenlijk hartstikke goed doet. En, en daarnaast, hè, want dat is misschien ook nog wel een kans. die heel veel mensen zich niet realiseren. Maar mensen die twee, drie jaar geleden erin hebben vastgezet. voor pakken mee 2-3 procent. die hebben misschien een meeverhuisconstructie in hun hypotheek. Ja. En die kunnen dan hun hele hypotheek meeverhuizen naar de andere woning. tegen die 3 procent die ze misschien nog hebben. En dat biedt natuurlijk ook in je, in je, in je aankoopbeslissing een hele grote kans in mijn ogen. Los nog even hè, van. En de nhg grens is natuurlijk wat aangepast, hè, dat weet iedereen. Er is nog steeds een verruiming voor je vrijstelling, voor je ja, overdagsbelasting volgens mij. Dus er zijn allerlei maatregelen die de overheid heeft gecreëerd als het ware, die, die ook weer een kans bieden voor heel ja. veel mensen. Is het ook niet dat in de media wordt natuurlijk heel erg geroepen van ja, die rente stijgt, die rente stijgt. Dat mensen al, zo, al heel snel zoiets hebben van oh, dan zal het wel niet goed gaan, zeg maar. Want ja, je hebt het net over 4%, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel hoog. Maar ja, mensen zijn natuurlijk jarenlang, uh, wat is het, 1-2% uh, gewend. Ja, dat is maar vrij, vrij korte tijd. Ik denk alleen 2021, begin 2022, dat hij op ja. 1-2% stond. <güls> Historisch gezien, dat is echt, uh, je kunt het nakijken. Ik denk dat die nou, 70 jaar lang niet onder de 4% is geweest. Dus dat is, naar mijn idee is dat normaal. Je ja. kunt je afvragen of een rente van 1% voor tien jaar vast, of dat normaal is. Ik ja, ja, ja. Dat, net als die is ja. Net als die uitschieten naar 13% uh, ergens in 1980. Ja. Uh, dat was ook niet normaal. Nee, ik, als ik daarop in mag haken, denk ik... dat dat eigenlijk in het hele vastgoed wat we gezien hebben... Uh, prijsstijgingen van 10 tot 20% per jaar, is niet normaal. Is niet normaal. Uh, je huis verkopen binnen een dag is ook niet normaal. Nee. En uh, een rente van 1,1 of 1,5% is eigenlijk ook niet normaal. En ondanks dat het voor sommige partijen wel heel lekker is om die lage rente te hebben. of om je huis binnen een dag te verkopen of om die prijsstijging te hebben. kunnen we met z'n allen wel vaststellen dat het niet normaal is. En we zagen dat in het tweede halfjaar van het vorig jaar. zagen we dat echt veranderen. En ook een beetje een schrikreactie bij de koper teweeg brengen. van oh jee, wat gaat er nu er gebeuren? Zijn, ja. En tuurlijk hoor, we hebben het er al over gehad. Hè. de prijzen zijn wel wat gedaald. Mm -hmm. Maar een uh, keiharde daling. Um, zoals die eerder wel voorspeld is. Um, ja, ik denk dat dat nog wel meevalt, want er wordt ook nog steeds heel veel verkocht. En als we dat in het licht bezien, wat Ed net mee zegt van het meenemen van een lage rente, dan is dat ook niet echt een reden om te blijven zitten waar je zit op het moment dat je je uh, aantrekkelijke rente mee kan nemen en toch kunt verhuizen naar het huis van je droom. Ik kan het zeggen, uiteindelijk is ook eh, een verhuizing, is ook als jij je droomhuis ziet, pak die kans en laat je natuurlijk goed adviseren over je financiële ja. mogelijkheden, of die woning iets voor jou is. Daarvoor heb je ook een makelaar natuurlijk. Ja. Maar als jij die plek ziet. Daar zijn altijd kansen voor het ja. zonder zijn om die te laten liggen op dit moment. Maar laat je daarin wel goed adviseren zoals je dat altijd ook moet doen, ja. Ja. en in begeleiden natuurlijk. Ja. ja dat moest ook als het ware in die markt die oververhit was, moest dat al. Ja. Maar ik denk dat die noodzaak alleen maar groter is geworden om je bij te laten praten door een financieel professional, door een aankoopmakelaar en natuurlijk een verkoopmakelaar ja. om een realistische inschatting van de verkoopwaarde en de mogelijkheden van je huis in beeld te brengen. Iets meer voorzichtigheid in achterbrengen, kan helemaal geen kwaad. Nee, um, maar als je, je goed laat informeren, denk ik dat er echt nog steeds heel veel mogelijk is. Nou, ja. ik wil erop aanhaken bij jou, Jan. Want de synergie die je, die je kunt hebben, als je dus en een makelaar neemt en een hypotheekadviseur, en die twee ook goed laat communiceren met elkaar. Over de kansen van zo'n klant. Uh, uiteraard met medeweten van de klant, hè, laten we duidelijk zijn, want je hebt AVG-regels, dat snap ik. Maar dat je juist die combinatie van aan de ene kant je hypotheekadviseur en aan de andere kant je makelaar die de markt kent, zeg maar, dat die combinatie van, van deskundigheid een klant verder kan helpen. En die kans wordt nog vaak niet goed uitgelegd. Die rol is ook bij ons, om die klant mee te nemen. Zeggen, neem nou die professional in de arm hè, en, en laat je goed begeleiden, dan zijn er nog steeds kansen. Wij moeten vaak dingen afstemmen. Dat doen we in de praktijk heel veel. Met, met uh, de andere professionals zeg maar. Nou, maak daar gebruik van. Ja, ja. ja zeker waar. Daar sluit ik me mee aan. Absoluut. Ed, je had het net al even kort en heel snel over die, over die verhuisregeling. Kan je in een soort van... Uh... Je hebt in Janneke taal toelichten uh, wat, wat dat dan precies inhoudt? Nou goed, meeste banken hebben een zogenaamde verhuisregeling. Hij verschilt van bank tot bank. Dus het is belangrijk dat je je goed laat informeren door een adviseur. van Hoe zit die regeling precies in elkaar? En wat zijn de consequenties daarvan? Uh, maar stel je voor, je hebt je rente uh, drie jaar geleden vastgezet voor 20 jaar tegen misschien 2,2 procent. En je ziet nu een andere woning, je wilt doorstromen. En je denkt, ja, dat kan allemaal niet, want de rente is hoger. Nou, dan kan de adviseur voor jou nakijken of je met die 17 jaar dat die rente nog vaststaat, of je die mee kan nemen naar je andere woning. Hm. Nou, in de, in de meeste gevallen kan dat. En uh, biedt dat dus in mijn ogen een enorme kans om toch je droomhuis te verwezenlijken. Zie, ja. zie je dat daar nu meer gebruik van wordt gemaakt dan... Absoluut. Uh, ja? Absoluut, okay. ja. ja. Maar positief gegeven dus. Dit. Dit ja, ja, ik vind het een positief iets. Het is voor het eerst eigenlijk in mijn lange carrière dat ik nu gebruik maak van die huisregeling, ja. want hij is er oh, al zet. heel lang, maar vreemd deed het natuurlijk niet, want je zat in een dalende ja. rentemarkt, ja. maar nu uh, zien we dus echt ja. dat mensen daar gebruik van maken. Absoluut. Ja. 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 Ik kan me wel voorstellen in deze markt, omdat hij wat meer in beweging is, dat juist ook, naast wat jij mooi aangeeft rondom die betekende kans die daar bestaan... ook met de makelaars. Eerder gaf men aan in de hele markt, ik heb sneller een aankoopmakelaar nodig en mensen twijfelen daar nu een beetje over. Ik zeg juist, ja, je hebt die aankoopmakelaar nu ook nodig. Na een stukje ontzorging, wat zo'n makelaar natuurlijk voor je doet. Maar ook in die onderhandeling. Want er zit misschien weer wat meer onderhandelingsruimte aan de aankoopkant. En juist aan de verkoopkant kan ook die makelaar je weer helpen bepalen... om de juiste prijs te vinden. Wat in die markt die toch wat in beweging is, wel wat lastiger is dan voorheen. En dat, daar zitten dus ook weer mooie kansen aan beide, beide kanten in ja. feite. Ja. ja, zo zie ik dat ook. Maar... Ja. 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 Hey Jan, en, uh, kijk, starters kwamen natuurlijk de afgelopen jaren uh, heel moeilijk... Uh... Aanbod. Ja. Denk jij dat dat nu... Dat dat er misschien een kantelpunt uh, ja. gaat komen? Ja. Dat de starter misschien toch alweer uh, wat kansen heeft? Zeker. Um, laat ik wel vaststellen. De, de, het is niet zo dat uh, alle starters nu probleemloos aan huis worden geholpen. Hè. Dus laat ik hem wel nuanceren. Mm -hmm. Alleen de, uh, de extreme lastigheid voor een starter om... Uh, laat ik maar even zeggen... Het huis uit te gaan. Ja. Uh, dat is iets verlicht. En ik uh, nuanceer het uh, bewust. Want het is nog steeds heel lastig. Maar de kansen zijn iets groter. Als je nu ziet dat het woningaanbod. Uh, met een jaar geleden ongeveer verdubbeld is. Uh, ja, zijn er iets meer kansen. Ja. En, uh, de starters zullen zeggen. ja, heel betaalbaar is het nog steeds niet. Dat klopt. Uh, dat is helemaal waar. Ja. Maar er valt ietsje meer te kiezen. Er valt nu ook ietsje meer te onderhandelen. En het extreme overbieden. wat in tot een jaar terug nog uh, dagelijkse kost was. Ik wil niet zeggen dat het helemaal niet meer hoeft. Maar de mate waarin het moet en de hoogte waarin het moet, ja, dat is een heel ander speelveld geworden. Ja. En dat is ook de reden, want we preken hier niet voor eigen parochie, maar neem nou die aankoopmakelaar mee, omdat die de specialist is en die zit, bevindt zich dagelijks um, in, in het vak om te kijken wat is nodig en wat is niet nodig. Ja. Mm -hmm. En waar kunnen we je echt helpen. Ja, en, um, maar ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat er voor de starters nu uh, meer te doen is dan ja. een jaar terug. Ja. Ja. Daar sluit ik me zeker bij aan. Ja. Uh, alleen al uit, vanuit het oogpunt van financiering is uh, ook per 1 januari voor de twee verdieners de, de ruimte om op inkomen wat te lenen wat verruimt. Ja. Uh, dus het tweede inkomen telt voor 100% mee. Ja, dat biedt aan zich ook weer extra ruimte voor die consumenten om toch uh, die woning te pakken die, die ze graag willen. Uh, en daarnaast ook wij zien dat heel veel klanten dus uh, niet meer zoveel over hoeven te bieden en dus minder eigen geld hoeven in te brengen om die woning te kopen. En dus het, het kwestie van ja, hoeveel eigen geld moet je meenemen, nou, dat is beduidend minder bij ja. heel veel financieringsvragen. Dus ja, ook daar zie ik een verbetering ten opzichte van de situatie met een jaar terug. Bijvoorbeeld. Ja. ja, absoluut. Ik denk wel dat als je, als je naar de gemiddelde woningprijs kijkt, die is denk ik nog steeds iets rond 4 ton zo uit mijn hoofd ja. genomen. Dat is natuurlijk voor een modaal inkomen in Nederland nog steeds heel erg hoog. Dus de gemiddelde start, als je een koppel bent, scheelt het al een stuk. Dus daar zitten nog wel uitdagingen. Dat hameren we ook al vanuit NVM ook nog eens op. We moeten ook gewoon nog steeds meer woningen bij. Die druk is niet weg, ook niet uh, richting de politiek. En je ziet ook tegelijkertijd dat die prijzen bij bestaande bouw en woning en nieuwbouw ook aan het uit elkaar lopen zijn. Wat ook ja. nog wel iets is, omdat steeds meer eisen aan nieuwbouw worden gesteld. Uh, soms ook wel terecht met verduurzaming. Maar dat zijn echt nogal vraagstukken. Dus ondanks dat de markt iets rustiger wordt, en ik ben helemaal mee eens, de start heeft zeker meer kansen. Ik wil dat niet zeggen dat andere issues die er nog zijn, als te weinig betaalbare woonruimte en nee, woningen, niet. die zijn niet verdwenen als voor de zon. Nee, dus dat is nee. uh, precies. Ik hoop Dan niet dat de politiek op hun lauren nu gaat uh, rusten. Nee, nee. die <laughs> nee. indruk heb ik niet en dat hoop ik ook niet. Nee, uh, dat, dat uh, hoop nee. ik zeker niet. Nee. Nee. Ik was nog wel even benieuwd, Mark. Jij zei uh, voordat camera's aanstonden, ik ben makelaar geweest ook in, uh, in New York. Ja. Wat, wat zijn daar de grootste verschillen met daar en hier? Dat was leuk, leuke leuk om dat even. Ik ben onlangs, was ik nog op bezoek ook weer in New York voor de Jemen, ja. een soort makelaarsconferentie daar. Ja. En kijk, als je naar de markt kijkt, lijkt die heel erg op die van hier. En dus had ook te maken met stijgende rente, een tekort aan uh, woningen of een hele hoge vraag eigenlijk viel al daar. En zij zien ook de markt er nu weer veranderen, al zijn ze ook al gematigd positief over de markt. Ja. Uh, wat je daar ziet in Amerika is dat veel meer mensen ook een aankoopmakelaar gebruiken. Dat is echt wel een wezenlijk verschil. Hm. Uh, bijna iedereen gebruikt een aankoopmakelaar uh, bij het aanschaffen van hun woning. Ja. Uh, en ook de manier waarop dat gefinancierd was, uh, is eigenlijk iets anders. Uh, maar wat je wel ziet, is dat de markt zelf en hoe men daarmee omgaat, eigenlijk heel erg gelijk is aan hier. Je denkt het is allemaal heel erg anders aan de overkant, maar nee, het nee. lijkt er hm. heel erg op. En ik denk als we naar producten voor diensten en consumenten kijken, doen we het in Nederland ook best wel. Goed met oh, elkaar. Goed. Ja. 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 Ik uh, hoorde recent iemand zeggen van uh, er is natuurlijk de afgelopen jaren een extreme prijsstijging geweest. Hè? Dus we kunnen ja. ervan uitgaan dat 95% van de mensen een, een, een mate van overwaarde hebben. De een meer dan de ander. Hè? Dus 95% van de mensen heeft meer dan dat hij zelf betaald heeft. Alleen iets minder meer dan een jaar geleden. Ja. Ja, ja. Uh, ja. Ja. Geldt dat in Amerika ook zo? We hebben we daar ook die extreme ja. stijgingen doorgemaakt? Ja, je hebt ja. echt extreme stijgingen daar. Het scheelt wel een beetje per markt, want het is zo'n gigamarkt. Dus ik mm -hmm. kan niet voor heel Amerika spreken. Maar als NWM hebben we ook een soort zusterorganisatie in Texas, Dallas. En ik weet nog wat toen we het eerste gesprek hadden, volgens mij een jaar geleden ook. En dat precies dezelfde, uh, heel veel, een hele hoge vraag. Geen uh, Nauwelijks aanbod, werd niet uh, genoeg bijgebouwd. En nu zie je ook dat die overwaarde, ja, de mensen die aan woning hebben, die hebben een ontzettende overwaarde. En het is dan ja. weer een stukje gedaald. Maar het is niet gecrashed zoals hebben. We hebben die financiële crisis gehad. Dat zegt ja. ook, daar lijkt dit in totaal niet op. Omdat die financiële crisis ook echt onderhuis, zat, dat ook op het vastgoed. En dat hier ja. komt veel van de bewegingen de nu door externe factoren, zoals de, de oorlog in Oekraïne, de energieprijzen. Een aantal zaken die we gewoon niet hadden kunnen voorzien. En dat heeft nu een impact. Maar als je kijkt, dat reageert de markt er eigenlijk nog steeds relatief rustig op. En mensen hebben inderdaad, wat jij net. Als hij prijsstijgt van 10, 20 procent op jaarbasis, daar zit nu een lichte daling in. Uh, maar het, het is ook niet heel erg extreem. Nee. Het is juist de markt die wat terugkeert naar een wat eigenlijk een normalere markt dan dat we ja. hadden. Wat denk ik niet ongewenst is. In die nee. nee, dat denk ik nee, ook niet. Daar sluit ik ja. me helemaal bij aan. Ja. Hey, tot slot, uh, Jan, wat zou, wat zou jij mensen nog willen meegeven die nu uh, toch, toch willen verkopen? Um, ik denk dat dat een samenvatting is van wat we hier al gehoord hebben. Laat je vooral heel goed adviseren. Mm -hmm. Zowel um, over je, je huidige woning, je toekomstige woning, maar ook zeker financieel. Uh, kijk wat er te kopen is en kijk naar de mogelijkheden. Uh, kijk niet zozeer achterom van wat is mijn huis een jaar terugwaard geweest. En ja, Dat is uh, interessant, maar niet meer dan dat. Maar kijk vooral vooruit. Waar wil je naartoe? Zie je huis niet als een, als een belegging. Het is heel mooi meegenomen als dat meer waard wordt, maar ga er vooral... Uh, in om te wonen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Mooi. Uh, ja. mooi. mooi. afsluiten. Mark, wij vragen onze gast altijd. Uh, ja, wie er moet aanschuiven in onze volgende podcast. Ja. Uh, heb je erover nagedacht? Of zeg je van nou. nu schiet me meteen een naam te binnen. Dat ik zeg, nou, de, daar moeten jullie eens mee, uh, mee om tafel. Ja, ik heb, ik heb er over nagedacht. Wel net een paar minuten van tevoren. Maar dus. ah, het maakt niet uit. Dat zijn vaak al, de beste ingevingen. Ik, ik, ik kwam al heel snel op een naam. Uh, ook meest vanuit innovatie ingegeven waar we mee bezig zijn. Ook al, Kijk naar de consument en de makelaar wilde ik graag uh, Ronan Carpentier. Die is van Fidois uh, Wonen. En waar ze mee bezig zijn is het digitaliseren van die hele woonreis. Uh, ja, jullie weten ook, er komt heel veel papierwerk nog kijken bij uh, het huidige ja. uh, proces. Zowel voor Goed. makelaar, adviseur als ook de consument. En zij zijn daarmee bezig. Dus ik denk, zij, mijn vraag aan hem zou zijn van... Hoe zie jij die woonreis van uh, de makelaar... En ook de consument over vijf jaar op het digitale gebied. Hebben we dan nog papier nodig of gaat alles gewoon digitaal? Digitaal, code en hoe snel gaat dat? Ja, nou, we gaan, uh, we gaan contact met hem opnemen. Interessant, ja? zeker. Leuk. Ja. En uh, voor jullie, ik heb al gecheckt en uh, hij kan. Oh, Oké, okay. nou dat, 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 dat is helemaal makkelijk. Hé hey, mannen, dan wil ik leuk. jullie uh, ja, bedanken. Uh, Mark, jij uh, in het uh, bijzonder dat we hier uh, ja, mochten zijn vandaag en dat je de tijd uh, voor ons wilde nemen. Ja, dank voor de uitnodiging. Hartstikke leuk dat jullie hier uh, waren. Het is het clubhuis van, uh, van de NVM, dus uh, ja. jullie zijn hartstikke welkom. Nou, dus leuk. Leuk. Ja, leuk om ja, dit ja. te doen. Dank je, je, wel. je bij we uh, bij af ja. nou, mannen. Dankjewel. Super. Dankjewel. Musica Musica